Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Ruby, aflevering 11 alweer. En Ruby. Ik gebruik voor de verandering een ander programma, want mensen willen kwaliteit, dan krijgen ze kwaliteit. Nee, grapje, ik hou van mijn kijkers, oké. Okay. Oh, ik zit nog steeds bij die kuthoeren weer. Oh ja, ik heb geen... Ben je nog steeds bij mij? Ja, maar ik heb me nu eindelijk eens een kutmap omgewisseld met Lizzo. Het Lizzo is een stuk zwakker, dus als ik dat zo doe, dan gaat het overduidelijk beter werken. Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee meer waar ik heen aan het gaan was. Ik ook niet, we hebben al heel lang niet meer opgenomen, dus... Twee weken of zo. Ja, wie schuld is dat nou, hè Stefan? Hoezo hè Stefan? Ik had voor de laatste paar keer wat gepland en toen ging het ook niet hoor. Toen hebben we het gewoon niet gedaan omdat... Die is doodgegaan? Niemand is doodgegaan. Omdat iemand bijvoorbeeld hoofdpijn had of iemand had geen zin of... Had je hoofdpijn? Of we moesten... Nee, laat maar. Modder. Oh, ik heb 69 HP over. Lachen. Oh, we zijn zo kinderachtig. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Lachen. Je moet sowieso naar de vuurgym toe. Tacklebats. Wacht, waarom help ik je eigenlijk? Nee, ga daar maar niet heen. Parabra. Laat dan maar komen. Ja, maar ik weet niet meer hoe ik er kom. Mobile. Baggere kuthoer. Oké, ik heb 3 badges. Oké, okay, gewoon elke... Ik ga gewoon elke trainer onderweg verslaan. What the fuck is mudsport voor aanval? Dat is een aanval. Het was mudshot, maar dan meer damaging? Nee, ik ga het gewoon eens proberen. Mudsport is volgens mij een aanval, dan worden elektrische aanvallen worden zwakker. Uit mijn hoofd. Eens even kijken. Dit ziet er inderdaad dom uit. Wauw, goed zo. Dankjewel Steven, dat was echt klopt echt nog. Wat een vertrouwen, waarom vertrouw je me niet? Tegen Grovel. Grovel. Werkt dat niet echt, dat heeft niet echt gelijk gezond. Goh. Oh ja, Daniel Jos. Oh ja, kut, ik had Oddish. Oddish? Oh ja, kut, ik heb Daniel. Oh, bugger, shit. Oh nee. Hey, weg doen, sorry Daan. Nou, geen probleem. Ik ga Lizzo eens een keer wat levelen, want dit is echt bugger. Wat was mijn startknop? Dit is mijn startknop. Oh, hij speelde niet op mijn Game Boy Advance. Oeh! Huh, wat speelde hij op zijn Game Boy Advance? Ja, dat was wel net de damage. Misschien kan Grovyle eindelijk eens een keer doodmaken. Dat zal wel cool zijn. Succes, man. Oké. Maar dan heb je nog 2 of 3 Pokémon te gaan, hè? 1. Oh, echt? 1, man? Nou, laat maar, ik ga het er niet aan. Ah, joh. Daniel, geloof in jezelf. Ja, dat doe ik wel. Ooit, voordat deze race voorbij is, heb ik Grovyle verslagen. Ik denk het niet, man, sorry. Ik denk wel. Ja, of je ik ga gaat... niet zo eens een keer wat levelen, want dit is echt bagger. Kut. Welke Pokémon was Lizzo ook alweer? Aaron. En dingen. Oh, en Aaron. Ja. Confusion! Ik moet toegeven dat het echt leuk is om dit te spelen. Dat is echt geniet. Ja, inderdaad. Ik vind het ook vooral lachen nu. Volgens mij ben ik een keer goed gelopen naar het... Nee, niet. Ik wou zeggen naar het Fugium stadje, maar dat ben ik dus niet. Kut. No, je mag niet schelden met kut. Oh, ik mag van Lisa. Nee. Oh. Hoho, Stefan mag niks meer zeggen. Oh nee. Zigzag. Nou voel ik me kut, dan ga ik mezelf snijden. Doe maar, succes. Dank je man, dank je wel Erik. Hey, ik steun je, ook in je moeilijke tijden. Je moet gewoon vooral doen waar je zelf zin in hebt, weet je. Ik support je. Dank je man. Ongeacht wat. Dank je echt, echt dank je. Dat doet me echt. Zoals ik zeg, ik ben hier voor je, man. But, het but. Lisa, weet je wat een leuk programma is? Nou. Ik heb het nog nooit gedaan, ken je dat? Nee. Dat programma is hilarisch. Je hebt al 3 keer gevraagd aan me of ik het ken en ik ken het nog steeds niet. Dat weet ik, misschien ga je het ondertussen kennen. Hé, hey, nee. Lisa, moet je nog wat in Fan de Turf Town doen of kan je gelijk door? Ik kan gelijk door. Moet je nog wat in Fandenturf Town... Verdenturf. Moet je daar nog wat doen of niet? Goed zo, Stefan. Wie is je grote jongen? Stefan is je grote jongen. Ik haat mijn leven soms echt. Nee, maar hoezo moet je daar nog wat doen? Nou, dat vraag ik aan jou. Jij vraagt aan mij of ik daar nog wat moet doen. Of iedereen daar wat nog moet doen om verder te gaan in het spel. Dat weet ik niet. Lisa, ik heb jou net geholpen waar je heen moest. Dan kan je mij ook een beetje steunen, oké? Okay? Nee. Nou, wat moet ik toch met jou? Niet zo heel veel. Lisa, hou op. Je maakt me verlegen. No, poegie poegie. Zolang je me maar niet gaat likken. Zolang jij niet aan mijn nek zit, ga ik je niet likken.
Wacht, ja, dus ik was heel erg gefaakt over. Afgelopen weekend heeft Steve voor mij gelegen. Dat vind ik heel raar. En ze vond het niet heel erg fijn. Op mijn hand. Maar ze, zat aan mijn nek en als ik ergens niet tegen is als mensen aan mijn nek Nienke gaan zitten. Nienke zat ook aan je nek en je hebt Nienke niet gelikt. Ik heb Nienke ook gelikt. Op de hand volgens mij. Heb je Nienke zitten likken? Volgens mij wel. Tussen ik dacht van niet, maar Nienke en Frank zeiden van wel. Dus ik geloof Nienke en Frank dan maar. Okay. Ik bedoel, ik heb zelf natuurlijk geen mening en zo. Dus. Nee, natuurlijk niet. Koos meningloos, je weet wat ik ben. Heb ik geen... Je moet wat doen met jullie. De ene persoon die schudt gewoon de handen, de andere gaat gewoon de andere persoon likken. Ik bedoel, in ieder zijn eigen ding. Niks mis mee, man. Daarom. What the fuck? Ik ga verkeerd. Misschien dacht Stefan, oh weet je, jij ruikt lekker, misschien smaak je ook lekker. Ik heb geen idee. Dacht je dat, Stefan? Nee, niet per se. Oh. Waarom ga je dan iemand likken? Nou ja, Lisa rookt niet lekker. Dat was het probleem, denk ik. Sorry, Lisa. Het is niet persoonlijk. Is nou uit het gesprek gegaan? Dat is onhandig. Zit er niet, joh. But that's not very effective. Nou, dat is goed. Wat een geluk heb jij. Oké, ik ga gewoon... Misschien moet ik hierheen. Ik had echt veel eerder met Lisa al een keer moeten gaan levelen. Het was zo handig geweest ik dat had gedaan. Route 116 moet hier zijn. Hij heeft zijn bril laten vallen. Dat is kut voor hem. Trap erop. Ben je daar? Ja, ben ik verkeerd, Lisa? Lisa, help me! Het klinkt alsof je de goede kant op bent. Sukkel! Lisa, waarom vertel je het gewoon niet? Kijk wat? Waar ik heen moet. Dat weet ik niet waar jij heen moet. Ja, ik had het voor jou ook gedaan. We zijn ongeveer even ver. Omdat je in die grot bent gegaan. Moet je niet de grot in dan? Dat weet ik niet. Nee, je bent me nu aan het mindfucken. Wow, Stefan is stoned. Ik heb één vraag. Nee. Zijn jullie nou één gem verder op mij of niet? Misschien wel. Hoeveel heb ik? Twee volgens mij. Jij, Stefan? Heb ik... Ah, fuck, wat? Ik heb 3 badges. Hoeveel heb ik er? 2? Ik weet niet hoeveel badges jij hebt. Hoe bedenk dat? Kut, waar de fuck heb kan je... Ah, shit, ik heb geen rock smash. Dat is kut, hè. Of heb ik die wel, maar kijk ik er gewoon langs. Ik ben echt zo slecht in dit van Lisa. Waarom? Wat doe je me? Ik heb hier zoveel lol. Lisa, hou op. Sorry. Waarom help je me niet een beetje? Het is een race. Ik heb jou net ook geholpen. Ja, maar dat is gewoon dom om te doen, Stefan. Ah, fucker. Hallo en welkom bij Pokémon Center. Mag je bal even lenen? Nee. Mag je bal even lenen? Ah, kut, nog een trainer ook, motherfucker. Ik heb alles goed. Wat, Stefan? Ja, ik kwam trainen tegen een ongewenste trainer. Serieus. Ik ben dan nu moet zo... je er even stenen laten dragen, weet je wel. Ik ben nu zo boos, ik wil haar terug de baarmoeder in schoppen. Dat vind ik wel knap als je dat... Nee, ik kan dat niet. Het kan technisch gezien wel, dus je lang blijft doortrappen. Oh, wat een klein stukje is, dan kan je het gewoon erin stoppen, maar even een beetje onhandig. Wat heb ik dan bij mijn moeder gedaan? Ik weet niet. Ik probeer haar terug te... Laat maar. Melissa, vertel waar ik heen moet alsjeblieft, ik smeek je. Alleen. Ik weet niet wat jij al hebt gedaan en wat je nog niet hebt gedaan. Ik ben net zo ver als dat jij was. We scheelden echt gewoon maar een paar stappen. Nou, ja, dan weet jij waar je heen moet gaan, omdat jij tegen Lisa zei waar je heen moest gaan. Ja, naar de vuurgym, maar ik weet niet meer hoe ik daar kom. Ja, naar links. Ja, maar waar kan ik Rock Smash krijgen? Naar links. Naar rechts. Nee, enigszins geloof ik Lisa wel, maar waar rechts? Waar ben je nou? Ik ben nu weer aan het teruglopen naar de elektriciteitsstadje, Jim. Oké. In die stad krijg je hem. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Nice. Of zou ik hem al hebben gekregen, maar staat hij gewoon niet onder... Nee, laat maar. Ah, Stefan, hou op complottheorieën te verzinnen. Doe het, man. Ik zie het, illuminatie. Een bus. Is het nou Sleep Dark? Ja. Was en Dark, toch? Ja. Moet hij overgeven? Nee. Oh. Trouwens, kunnen we nu afleveringen van 10 minuten maken? Want dat is meer content, is meer geld voor mij. Nee. Nee, niet? Oké, dan gaan we gewoon een kwartier doen. We kunnen ook gewoon video's van 3 uur achter elkaar doen, als je wil. Of gewoon afleveringen van 3 minuten, weet je. En
Gewoon 10 seconden, gewoon hallo, later, hallo. Gaan we één Pokémon trainer slaan en dan gaan we weer. Ja. Maar bij mij duurt het langer om één Pokémon trainer te slaan. Dat is dat 10 seconden. Kut, ik ben er al bijna, Stefan. Ik weet het, liefet. Ik hou je nog wel in, wacht maar. Ja, ja. Zijn jullie allemaal in? Als Lisa even niet meer mist, dan... Ja, maar zij is Lisa, sorry, dus ze wil niet dat je bent dan. Dit is complot. Nee, Lisa is best wel een van mijn powerhouses, denk ik, als ze eenmaal is geëvalueerd. Als ja. Powerhouse. Ja. Roadhouse. Nee. My house is in the middle of our street. Ik word gek hier, echt waar. Ik heb een scheidhekel. Godverdomme, man. Lisa, heb je het filmpje van Spelletjes al gezien van vandaag? Nee. Dat is echt een aanrader. Lekker en smakelijk. Als je honger hebt, moet je dat filmpje even gaan kijken. Nee. Ik kost er op. Oké. 1, 2, hoppakee. Rind eruit, hoppa. Ik wacht dit dan. Wat is het dan? Rind eruit, hoppa, weet je? Of welke bedoel je? Spelletjes of erin eruit hoppa? Spelletjes. Dat is een filmpje van Steven van Spelletjes, wat ik totaal niet ben. En die ging voor een tweede keer McDonald's reviewen. Mm-hmm. En toen stikte die in zijn kip. Oké. Ik denk dat ik misschien weet, heel misschien weet, waar ik Rock Smash kan halen. Waar de fuck kan ik het snelste levelen hier? In dat gras voor waar mee staat. Dat gaat zo langzaam. Oké. Jij, geef me Rock Smash nu. Het nadeel is dat ik steeds geparalyzed word. Nee, ik kan niks doen, lol. Misschien geef jij mij geen Rock Smash. Jij, hier, geef me Rock Smash. Kijk, jij bent een nerd, geef me Rock Smash. Yes, Rock Smash, hoppakee. Hehe. Goed zo, Stefan. Dat had ik al 23 afleveringen geleden, maar maakt niet uit. Je kan van nog niet aan dat je middag eerst voorbij bent. God, ben je echt lol. ik haat jullie soms niet. Oké. Soms niet, is dat wel. Nee, dat zeg ik niet. Ik heb ook nog een Pokémon die dat kan leren. Oh shit, nou ja, laat maar zitten. Kijk eens aan, een Wingle. Oh cool. Rocktoom, dood, verderf, sterf, jee. Volgens mij... Attack mist nog wel. Nice, goed zo. Die zo, echt. Oké, Ik heb nog maar 2 Pokémon. Ik heb er ook 2. Oh nee, wat stom. Nou ja, geeft ook niet. Wat in de bak is. Ik wou een mutslap weg doen, maar ik doe Brock Headbutt weg, maar maak ook geen reet uit. Mutslap is ook wel nog een. Nee, voor Rock Smash. Oh. Omdat ik geen zin heb om een tweede poke of een. Wacht, HM Aaron? Poke, ja. Dat ga je spijt te krijgen, man. Nee, man, ik kom toch ja, bijna. Ja, wedden? Ik kom toch bijna de Move Deleter tegen, dan delete ik hem weer op. Oké, door met ons leven. Ja, maar dan heb je nog steeds geen Headbutt. Nou en. Heb je geen headbutt meer? Oh, ho, ho, ho. Headbutt is een goede aanval. Ja, nou. Ik zelfs nog. Ah joh, er komt vast wel een move relearner ooit. Nee. Oh, hoppakee, HM4. Wat is HM4? HM4. Oh, strength. Nou, hoppakee. Ze werkt best van YouTube. Oh, met mijn eentje. Ik bedoel, nee, je mag geen grap over Harm maken, want laatst was hij ook al... Heulen. Was het ook alweer mijn schuld dat andere mensen over hem praten, dus hou je back. Is het ook, is allemaal jouw schuld. Dankzij jou zeg ik dit nu, anders zou ik het nooit zeggen. Je hebt gelijk, man. Ik ben een slecht mens. En ben je ook. Level 17, wauw. Nu al. Iron, what the fuck was dit? Iron Defense, is dat goed? Ga ik eens even. Nee. Super goed. Nope. Dat ga ik inderdaad niet leren. Stop learning Iron Defense. Ja, nee, stop. Oké, nee. Nou ben ik hier. Ah shit, hier had ik vast niet heen gemoeten. Nope. Waar ben je toe gegaan? Ik ben langs dat stelletje gegaan. Oh, dat stelletje. Dat waar je Rock Smash voor nodig hebt. Waar heb ik geen item map of zo? Wat is het voor. Oh, Pokémon af natuurlijk. Wacht. Oh, en map. Oh, ik heb ook geen potions. Lepel is level 28. Ik ben ook een lepel. Oké, misschien ben ik wel goed gegaan. Ik gok het er gewoon op. Ik heb gok van niet. Lisa, naar welk stadje moet je, wil je dat zeggen? Welk stadje? Ja, hoe heet het stadje waar je heen moet? Laverage. Kan je het ook zien in de Pokédex, of niet? Nee.
Leverage Town. Dan ben ik wel, ik ben op weg naar een ander stadje. Dat weet ik. Oeh. Dat is zo ingepakt. Dat is correct, ja. Circle, waarom zou je dat nou doen? Leverage. What the fuck, moet je... Oké, zieke lekker XP, had ik eigenlijk niet zo op moeten zetten. Ah, boeien. Boeien. Oké. Ah, fuck. TM43. Rock Tomb. Oh ja, shit, ik weet het al waar ik heen moet. Kut. Oh, dat mag je helemaal niet zeggen. Wacht, waarom de fuck ben ik aan het lopen als ik een fucking fiets heb? Critical bagger. Ah, nog een trainer, ou. Oh, zullen we de aflevering stoppen? Ik ben bijna dood. Oké, dan ga je de volgende aflevering. Mensen, bedankt voor kijken, tot de volgende keer. Nee, ik kan hier even door. Ik heb nog één Pokémon die zo dadelijk in twee aanvallen dood. Alsjeblieft, de aflevering duurt nu al 16 minuten. Ja, boeien, ik ga er hier even door. Oké. Nice, cutmap is eerder, dus dat is wel handig om van tevoren. Oké, nice. Dus dat is wel handig om te weten, dus moet ik toch niet eerst voor. Oké, ik weet wat ik ga doen in de volgende aflevering. Winnen. Oké, mogen we afsluiten dan? Nee, nog niet. Oké. Nee, ik wil niet nog een keer. Als cutmap nou eens een keer slim is, gewoon een critical doet, dan ben ik ook wel blij. Hoppakee! Dankjewel, cutmap. Nu nog even de laatste Pokémon, welke die ook mag zijn. Ziekelijke XP krijg je er wel voor. Eens even kijken, tegen wie gaan we nu vechten? Nummel. Ah, moet wel lukken. Wie Pokémon? Daarom moet het wel lukken. Met een cutmap lijkt mij zo. Dus ik kan watergun gebruiken. Boeien, we gaan het wel spelen. Hoppakee. Wat, ga je gewoon winnen nu? Nice! Gewind! Perfect! Eindelijk! Nee? Ja. Oké. Okay. Ik zou snel saven, man. Dat lijkt me een goed idee. Dus! Zullen we nu stoppen of niet even verder? Ja, mensen, blijf voor kijken tot de volgende keer!